In deze tweedelige podcastserie verdiepen we ons in het maakproces en de thema's van de voorstelling De Scheepsjongens van Bontekoe van theatergroep De Jonge Honden. De voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige boek uit 1924, waarin de scheepsjongens Hajo, Rolf en Padde meevaren op het schip De Nieuwhoorn van schipper Bontekoe naar Indië. We gaan in gesprek met de makers en acteurs en bevragen hen over hun rol in de voorstelling. Ik ben Fiona Kelaatouw, regieassistent. Ik zal deze gesprekken leiden en jullie meenemen in het maakproces van de voorstelling De Scheepsjongens van Bontekoe, die van 10 februari tot en met 7 mei te zien is in de theaters. En in de eerste aflevering zitten bij mij aan tafel Wessel de Vries, Rosa Wekers en Jonne Versteeg. Welkom. Dank u. Ik kan jullie voorstellen, maar ik vind het altijd leuker als je dat zelf doet. Dus zou jullie jezelf even willen voorstellen en dan je rol of je functie binnen deze voorstelling vertellen? En dan beginnen we hier. Nou ja, ik ben Wessel en ik ben toneelschrijver. En ik heb het script van De Scheepsjongens van Bontekoe geschreven. Dus op basis van het boek. Ik ben Rosa Wekers. Ik ben acteur in de voorstelling. En ik speel Bontekoe, Schele en Dolima. Mijn naam is Jonne Versteeg en ben artistiek leider van theatergroep De Jonge Honden. En nu regisseur ook bij de voorstelling Scheepsjongens van Bontekoe. Dan blijven we ook meteen even bij jou, Jonne. Gezellig. Want De Scheepsjongens van Bontekoe. Kun jij ons meenemen door het verhaal waar het bij jou begon tot waar we nu eigenlijk zijn in het proces? Ja, nou, inderdaad, dat boek ooit gelezen, maar dan echt lang geleden. Hoe oud was je toen? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk een jaar of 12 of zo. Oh ja. Ja, zoiets zou het geweest zijn. En ik weet ook niet eens of ik hem uitgelezen heb. Het is grappig, als je daar aan terugdenkt, dan denk je ineens, goh, ik moest geloof ik nog altijd die laatste 50 lezen of zo, weet je wel. Oh ja. Maar goed, hoe dan ook. Nou, hoe het ontstaan is eigenlijk, ik denk een jaar of 2 geleden, toen zaten Wessel en ik aan tafel op een mooie zomerdag, weet ik nog, buiten bij de thuisbasis van De Jonge Honden. En toen waren we aan het filosoferen, aan het bedenken van, goh, welke voorstellingen willen we komende periodes nog gaan maken? En er was onder andere een vraag gekomen of wij weer een nieuwe familievoorstelling wilden maken. En op basis van een jeugdboek, maar ja, Die Jonge Honden vertrekt altijd vanuit een historisch eikpunt of een geschiedkundige situatie. Dus dachten we, welke jeugdboeken raken nou aan historie? En toen kwam Wessel eigenlijk al vrij rap met De Scheepsjongens van Bontekoe. En daar kregen we het over. En dat was eigenlijk wel een heel leuk gesprek. Want we hadden zoiets, nou, te gek, avonturenverhaal. Het is echt een spannend boek, spannend jeugdboek. Maar al toen we dat boek nog eens doorgingen, en dan krijg je ook al vrij snel weer de vraag van, ja, waarom gaan we dit boek nu op het toneel brengen? En wat is dan de relevantie ervan? En nou ja, in de gesprekken die daarop volgden, was het eigenlijk, ook toen we dat boek lazen, dat je denkt, maar dat boek is eigenlijk inderdaad 100 jaar oud, best wel achterhaald, in de zin van bepaalde denkbeelden die anno 2023 niet meer stroken met de realiteit of de werkelijkheid. Mm-hmm. En dat werd eigenlijk een soort nieuw gesprek, omdat we direct toen voelden, hé, maar hier zit geloof ik ook een spanning direct in de voorstelling en de relevantie. Namelijk, hoe kijken wij ons naar ons koloniaal verleden vanuit Nederland en ook vanuit dat boek? En dat is natuurlijk ook een vraag die gewoon steeds relevanter, nou, altijd al relevant was, maar steeds meer tot leven komt eigenlijk en steeds actueler wordt. Ja, want Wessel, jij als schrijver, toen jij dat boek vroeger hebt gelezen, keek jij er toen ook al op die manier naar? Of dacht jij, op welke manier? Had je toen al dat je dacht, er kloppen dingen misschien niet? Of werd jij eigenlijk gewoon helemaal meegenomen in al die avonturen? Stond je al stil bij die andere kant? Ja, ik zou graag zeggen dat het anders was. Maar nee, ik werd volledig meegezogen in die avonturen. Ja. Dus ik heb me daar nooit een vraag bij gesteld. Ik herinner me ook echt dat het mijn lievelingsboek was. Ja? Toen ik jonger was. Ja, ik heb het ook. Ja, ik weet niet of ik het vaker gelezen heb. Maar het is wel een tijdje echt het boek voor mij geweest. Ja. En was toen ook een musical waar ik naartoe ben geweest in het theater. En ik hield mijn spreekbeurt over de VOC ik denk dat 2006 of zo geweest moet zijn. 2007. Zoiets.
Ja, dus ik nee, eerder nog, 2004 of zo, denk ik. Groep 7 hebben we het dan over. Ja. En daar stelde ik toen nog helemaal geen vragen bij, nee. En had je toen jij vroeger die spreekbeurt gaf, mm-hmm. Was er toen al in de klas dat je merkte dat er ook een ander verhaal was? Dat je dat misschien merkte aan anderen? Of nee joh, nee, was dat nee, allemaal helemaal nog niet, niet aan de orde? Nee, echt niet. Nee, nee. Nee, dat klinkt heel dom nu, maar ik was daar helemaal niet mee bezig. Ik weet, het was een spreekbeurt en het was een hele lange spreekbeurt, weet ik nog. En met Anna afloop had ik dan nog een quiz en dan kreeg iemand uit de klas een blinddoek voor. En dan specerijen proeven en raden, weet je wel. Ja. Peper, nootmuskaat. Nee, het was een soort van heel erg positief verhaal. Maar ja, dat was ook het verhaal wat toen in ieder geval bij mij op school over de VOC verteld werd. En dat was in de tijd dat onze premier Balkenende toen het ook over de VOC-mentaliteit had. Mm. Ik denk dat ja, ik geloof dat misschien op andere scholen wel gebeurde. Maar in waar ik vandaan kom, in Leeuwarden, was dat altijd juist een hele positieve... Ja, de Gouden Eeuw en de VOC was dat juist een heel positief verhaal wat verteld werd. Ja. Ja, je had er ook een heel hoog cijfer op, toch? Wessel? Heel hoog cijfer, ja. Wat voor cijfer? De meester gaf nooit hoger dan een 8. Maar hij gaf mij toen een 9, weet ik nog. Dat was daar heel trots op. Dat was echt een succesverhaal. Ja. En dat is een beetje inside, maar dat is natuurlijk... Iets wat jij als schrijver een heel klein beetje stiekem in het script hebt verwerkt, toch? Jouw nou, ik vind het zo interessant. Of ik vond het interessant dat je... hoe je je tot het boek verhoudt, hè, daar gaat de voorstelling natuurlijk ook wel over. Dus we vertellen dit avonturenverhaal, wat een superspannend en supergoed verhaal is eigenlijk. Ja. Maar tegelijkertijd stellen we ook wel vragen bij het boek. En inderdaad zo af en toe... wordt er ook op het boek gereflecteerd. En de verschillende acteurs, personages doen het op verschillende manieren. Maar ik heb ook in één personage wel dat idee gestopt van... oh, ik heb er nog eens een spreekbeurt over gehouden. En voor mij was het mijn lievelingsboek en ik heb nooit geweten dat. Mm-hmm. Zeg maar zo. Ja, dat perspectief zit er ook in. Ja. En hoe heb je... want het boek is natuurlijk een grote inspiratiebron geweest. Maar als schrijver kies je natuurlijk ook voor om... om af te wijken, om een eigen verhaal te vertellen. Waarin ben jij trouw gebleven aan het boek? En waarin heb je eigen keuzes gemaakt? Of heb je een ander verhaal willen vertellen? En dat is waarschijnlijk ook in samenspraak. Ja, kijk, soms versimpel je dingen. Dus dat is gewoon puur op het niveau van hoe bewerk je een boek. Ik ben meestal niet zo dat ik heel erg het boek erbij hou. Oorlogswinter hebben we ook gedaan. Ik lees het één keer en dan ga ik gewoon schrijven. Ja. En over het algemeen ga ik het niet nog een keer lezen... of ga ik niet de hele tijd dingen terugzoeken. Mm-hmm. Dus ik vind, dat geeft het voor mij altijd wel een manier... ik heb een goed geheugen, dus het klopt dan allemaal wel. Maar op een gegeven moment hebben we het er ook wel over gehad... van ja, misschien moet het verhaal... hè, wat die scheepsjongens meemaken, heel anders worden. Omdat we eigenlijk ook... moeite hebben met bepaalde passages in het boek. Of omdat we vinden dat dit verhaal vandaag de dag niet meer zo verteld kan worden. Met de kennis die ik nu heb, vind ik het niet meer verantwoord... om dat echt helemaal zo te vertellen zoals het in het boek staat. Maar daardoor kregen we ook wel een beetje op een gegeven moment... dat ging ook wel wringen. Omdat je dan denkt, ja, nu zijn we gewoon het hele boek aan het veranderen. Waarom doen we dan dit boek nog? Dus uiteindelijk zijn we toch eigenlijk wel weer teruggegaan... naar dat eigenlijk de scènes waarin het verhaal verteld wordt, eigenlijk allemaal echt wel in het boek staan. En ook verteld worden ongeveer op de manier zoals het in het boek verteld is. Maar dat juist waar we afstand nemen van het boek is meer in scènes waarin de acteurs eigenlijk op het verhaal reflecteren. Ja. Dus daar hebben we een duidelijke scheiding in aangebracht. Zodat het eigenlijk wel ook de bewerking eigenlijk wel vrij trouw blijft aan een boek. Want ik vind het ook wel weer raar om een soort van heel ander verhaal te gaan vertellen of het boek heel anders te maken. Ja, dus de geschiedenis. Of hoe een boek is geschreven in zijn waarde laten. Maar wel je eigen draai eraan. Nou ja, bijvoorbeeld, kijk, bij ons... maar dat de Kajon misschien ook zo even op ingaan. Hoor. Maar ik denk, de scheepsjongens... ja, je kunt dan zeggen van... oh ja, het zijn alleen maar jongens, weet je wel. Ja. Hè? En ik vind dat altijd wel een beetje stom. Want ik denk, ik wil als een meisje, als mijn nichtje in de zaal zit... weet je, dan wil ik dat zij ook denkt... vet, dit ben ik. Dat vind ik heel belangrijk. Maar dan kun je kiezen van... nou, maken we dan de scheepsmeisjes van Bontekoe? Of gaan we dan zeggen... nou, we veranderen twee van die jongens in meisjes? Nee, dat hebben we niet gedaan. Want ik vind, ja, dat is niet het boek. Maar wat we wel gedaan hebben... is dat er eigenlijk twee actrices zijn... die gewoon die scheepsjongens spelen. Ja. Dus snap je? Dus het verhaal blijft dan onaangetast. Of blijft het verhaal. Maar de... doordat je met de acteurs dat op die manier speelt, lever je misschien toch op een bepaalde manier kritiek op. Of laat je toch zien dat het ook anders kan. Ja. Ja, daar wil ik zo nog even op doorgaan. Ook met Jomer en over de keuzes
voor acteurs. Maar ik dacht, we blijven nog heel even bij geschiedenis en of de geschiedenis kan veranderen en of wij dat kunnen doen. En toen dacht ik, dan wil ik even naar jou gaan, Rosa. Want ik kan me herinneren op de eerste dag dat we het script gingen doorlezen. Toen waren we bij een scène waarin zo'n intermezzo even naar voren kwam. Dus waar acteurs even uit hun rol stappen en als zichzelf op het podium staan. En toen vertelde jij, Rosa, dat jij eigenlijk ook een verhaal hebt over het veranderen van de geschiedenisboeken. Weet je welk verhaal ik bedoel? Ja, jij daar even? Kun jij ons even vertellen wat daar gebeurt? Zeker, zeker. Ik ben in Nederland op de basisschool gedaan. En daar kreeg ik uiteraard ook geschiedenis over de VOC. En ik weet toen toen vond ik de VOC best wel mooi, Gouden Eeuw. Het ging ook gepaard met heel veel welvaart en rijkdom en mooie schilderijen. Oh, het was allemaal groot en mooi. Dus ik vond de VOC best wel iets, op die leeftijd leuks. En zo zat de VOC ook in mijn hoofd. En toen op mijn 12e verhuisde ik met mijn ouders naar Suriname. En daar kreeg ik ook geschiedenis van een juffrouw. Juffrouw Simpson heet ze, geloof ik. Die heel erg gedreven was door de werkelijke geschiedenis. Mm-hmm. En wij hadden wel gewoon Nederlandse boeken daar. Dus wij lazen zeg maar de VOC-geschiedenis vanuit een Nederlands perspectief. En we lazen dat terwijl we dat aan het lezen waren, zei ze eigenlijk, hoe je het hier leest, dit is gewoon heel erg vanuit het perspectief van de veroveraars, de mensen die ons dingen hebben aangedaan. En toen begon ze het allemaal te veranderen. Zei, dit klopt niet. En als je erover nadenkt, zou dit echt zijn hoe het is gegaan? En hoe was dat dan vanuit het perspectief van het tot slaaf gemaakt en de Surinamers? En ik zat daar en echt mijn hele beeld van de VOC werd een soort van onderuit gehaald. Ja. En ik zei dus tegen haar, ik strak zo mijn vinger op, juf, dit is wel gewoon hoe het in de boeken staat. Je kan dit niet zomaar gaan veranderen. En toen werd ze hartstikke boos. Ja. Zei ze, als je een beetje nadenkt, Rosa, dan weet je dat het niet zo is gegaan. En toen ben ik de klas uitgestuurd. Omdat jij de geschiedenis niet wilde veranderen. Nee, maar omdat het in mijn hoofd kon dat ook niet. In mijn hoofd was wat er geschreven was, dat was gewoon zo. Ja. En toen wel langzamerhand, naarmate ik langer bij haar, want het bleek een hartstikke lieve juf te zijn. En ze was ook gewoon heel, heel begaan met geschiedenis en hoe dat dan ging vanuit een perspectief wat niet was geschreven of verteld door de VOC. Dus toen ben ik meer naar de gaan luisteren. Maar toen ik daar net kwam, was het echt zo van, wat is dit? Wat gebeurt hier? Ja, ik vind het wel echt super dat jij gewoon zei tegen die je kunt de geschiedenis niet zomaar veranderen. Nee. En dat vind ik echt vanuit jouw perspectief een weergaloos verhaal gewoon. Ja. Maar dat zegt ook zoveel gewoon. Ja. Maar jonger, jij bent natuurlijk ook geschiedenisleraar geweest. Ja. Heb deze geschiedenis moeten vertellen waarschijnlijk aan jouw leerlingen. Hoe deed jij dat dan? Of was jij je toen ook al bewust van deze thema's? Welk verhaal vertelde jij toendertijd? Ja, dat is, kijk, het is algemeen bekend wel dat die boeken natuurlijk daarin te weinig informatie verschaffen. Ja. Nu scheelt het dat ik zelf altijd al wel vrij los van de boeken probeerde die lessen te geven. Wat soms best moeilijk is, want die examenstof is daar echt wel weer op gebaseerd. Dus je kunt wel heel stoer zeggen, ik wijk van het boek af. Maar vervolgens zijn de leerlingen gewoon de lul als ze een examen maken. Dus je moet daar ook wel weer trouw aan blijven. Dat is alleen al ingewikkeld. Ja. Maar zelf op de opleiding in Utrecht geschiedenis deed ik. En ik merkte dat daar ook relatief weinig aandacht was voor die keerzijde. Ja. Dus moet je nagaan, de generatie die daar nu weer afkomt is ook nog niet daar. Nee. Hoewel, dat begint natuurlijk ook wat te veranderen. Maar daar zitten ook nog heel veel docenten die daar ook al 100 jaar les geven. En waar me toen al opviel dat er niet zoveel was veranderd of zo. Nee. Maar daardoor heb ik zelf ook best wel lang in een bubbel geleefd. Ja. En gewoon te weinig daarin. Ik weet zeker dat ik daar tekortgeschoten ben in het onderwijs. En dat zou ik misschien morgen nog kunnen doen. Ik bedoel, dat vraagt gewoon. Ja, doe je huiswerk, zeg maar. Dat vraagt tijd en kost energie. En dat moet je ook willen. Het gaat niet over willen alleen. Maar ik bedoel, het is een beetje heroïs om dan nu te gaan zeggen, dat zou ik nu anders doen. Het gaat over zo ver terug. Ja. Weet je wat? Het zit zo in je DNA. Wat jij ook nu zegt.
als jij die verhalen zo gehoord hebt, jij zegt direct in Suriname, zeg je kan de geschiedenis niet veranderen. Ja. Het is gewoon. Dus het gaat heel erg over dat je het wel wil. Ja. Maar het gaat niet helemaal vanzelf of zo. Dus daar moet je ook voor werken. En hoe binnen deze voorstelling probeer jij dat dan dat wel te veranderen of jouw verhaal daarin toe te voegen? Nou kijk, misschien is het sowieso belangrijk om te zeggen, het is niet zo. Wat Wessel net ook zei, van, hè, we vragen dat boek. Ja. Maar wat we denk ik beide wel ook willen aangeven is, het is niet dat we dat boek willen afvallen per se, of afvallen. Nou, het is niet dat we dat boek even onderuit gaan jassen totaal. Nee. Want dan, dat is een beetje wat je zegt. Het is ook gewoon een heel goed boek. En ik denk dat het meta meer is. Dat het veel meer gaat over kritisch zijn op de verhalen die je verteld worden. Ja. Of de verhalen die je leest in het algemeen. De geschiedenis bevragen. Ja. Dat zijn wat grotere thema's. Want het moet ook niet zo de grote Lynch show van het boek worden, zeg maar. En wat misschien wel belangrijk is, om dat daar nou gewoon toe te voegen. Ik denk als het verhaal was geweest, de avonturen van Schipper Bontekoe. Mm-hmm. Dat was misschien ook anders geweest. Hè? Want die bondkoe, dat was de baas. Ik bedoel, die valt misschien ook wel het meeste verwijten. Dat was echt een machthebber. Terwijl die scheepsjongens, dat waren natuurlijk ook gewoon ondergeschikten. Die onderaan op dat schip stonden. Die dit ook allemaal maar in zo'n avontuur terechtkwamen. En dat is natuurlijk ook nog wel een verschil. Hè? Dat waren niet de jongens ook die uiteindelijk de geschiedenis schreven. Nee. Dat waren de jongens die het allemaal meemaakten. En dat vind ik ook, dat vonden we ook zo'n interessant gegeven dat die Bontekoe, die heeft het allemaal opgeschreven, zijn scheepsjournaal. Mm-hmm. Dus het verhaal van die scheepsjongens is door Bontekoe geschreven, niet door die scheepsjongens zelf. En dat is natuurlijk hoe de geschiedenis altijd wordt doorverteld. Dan moet je echt van bewust zijn dat alles wat wij horen, en zeker van lang geleden, van voor 1700, dat is allemaal opgeschreven door de mensen die de macht in handen hadden. Dat is wel grappig. Ja. Ik wilde jou eigenlijk om dit onderdeel te introduceren, iets voor laten schrijven. Oh, geweldig. Voor laten lezen wat jij hebt geschreven. Maar ik vind het wel leuk om dan even dit stukje erbij af te sluiten en dan nog even in te gaan op wat andere onderwerpen. Zou de schrijver even zijn eigen woorden willen voorlezen? En dan dit citaat. Vanaf nee. Nou, misschien even vertellen waar we zitten in het. Wat er gebeurt in deze scène. Hayo. En Bontekoe. Hayo, een van de scheepsjongens, hè? Ja, Hayo is een van de scheepsjongens. En Bontekoe, de schipper, die staan op het dek. En Bontekoe vertelt iets aan Hayo. Ja, want hij heeft gezegd tegen Hayo, je moet leren lezen schrijven. Als je later stuurman wil worden, schipper of schipper, net als ik, dan moet je leren schrijven. En dan vertelt hij over het scheepsjournaal, dat hij elke dag bijhoudt. Ja. En dan zegt hij, nee, dat is het grote voordeel, Hayo. Als jij degene bent die het opschrijft, bepaal je in feite wat er gebeurd is. Als dit scheepsjournaal bij thuiskomst of over, weet ik veel, 100 jaar gelezen wordt, dan hebben Boutjens en Zwarte Henk nooit met elkaar gevochten. De geschiedenis, Hayo, wordt geschreven door mannen zoals ik. Niet door een scheepsjongen, niet door de bootsman en niet door Zwarte Henk. Nou, de vraag is, wil jij zo'n man worden als ik? Wil jij geschiedenis schrijven? Over de personages. Rosa, jij speelt drie personages. Ja. Zou jij even kort kunnen vertellen welke drie personages jij speelt? Wie zij zijn en hoe jij daar eigenlijk invulling aan probeert te geven? Ja, ik speel kapitein Bontekoe, Schele en Dolima. Ja, Dolima. Dolima. Ja, maar dat is op de hele tijd. Het moet nog even. Helemaal goed. Ja. Ja. Dus jij is goed. Dolima. Bij Dolima komen we nog. Dus daar heb ik nog niet heel veel aandacht aan besteed. Ik ben Want nu... wie is Dolima? Dolima is het meisje wat zij tegenkomen op het eiland. En zij helpt de scheepsjongens te ontsnappen. Maar zij is ook de dochter? Zij helpt de scheepsjongens inderdaad. Zij vertegenwoordigt eigenlijk het eiland in die zin dat zij uit het dorp. Zij is een van de mensen die daar wonen, van de inwoners. En in de eerste instantie zijn ze een beetje bang van, niet bang van haar, maar ze denken van kunnen we haar vertrouwen? Weten we niet, maar zij blijkt eigenlijk wel iemand te zijn die hun juist wil helpen. En aan het einde van haar lijn verandert een beetje in het script, in tegenstelling tot het boek. Daar kom je later wel achter.
Nice cliffhanger. Ja, cliffhanger. Lekker Rosa. Dus dat is ook wel interessant. En ook hoe dat gebeurt en wat dat inhoudt, vind ik wel leuk zelf. Ja. En Bontekoe ben ik ook nog heel erg aan het zoeken. Wat wel grappig is, dat weet jij geloof ik niet eens. Mijn vader was vroeger kapitein. Ook op Grote Zee. Het kan niet zo zijn dat ik in een podcast dit hoor. Nu hoor ik gewoon... Dit vind ik nou gewoon vervelend. Gewoon heel veel gesprekken met deze vrouw gehad. Maar goed. Kapitein. Nee, maar ik was er dus pas over na aan het denken. Ja. Mijn vader is heel lang geleden overleden. Dat doet er ook niet toe. Maar hij voer eerst binnenvaart. Toen is hij buitenvaart genoemd, grote vaart. En hij heeft dus... hij heeft niet echt de VOC-route gevaren, maar wel echt de WIC-route. Ja. Ik kan hem die vragen niet meer stellen. Maar ik dacht, hoe zat hij daar dan in? En ik had ook pas mijn oom geappt en ik vroeg aan hem zo van... Hoe weet jij daar nog dingen van? Want ik was zo'n puber, dus ik dacht, ja, boeien, hij vaart. Het zal wel. Ja, zoals tieners doen. Dus ik ben nu zo'n beetje aan het zoeken... Hoe dat eraan toe ging. Ja, dat is best wel een leuk onderzoek. Ja. Maar Roos, is die terminologie dan jou toch ook niet onbekend? Met bakboord, trol? Nee, boegspriet had ik echt nooit van gehoord. Maar dat is waarschijnlijk zo een oude schepenterm. Ja, want de schepen van nu die... Of nou, dat weet ik eigenlijk niet hoor. Ja, misschien ook niet. Maar... Ik ga hem hier niet aan wagen. Ik kijk naar Wessel, maar goed. Ja, het is stom. Ik ben ook dus best wel vaak op die grote boten geweest. En er was ook bijna een keer dat ik zo mee... Schepen. Ja, schepen. Tot 11 meter is het een boot. Ja, uiteraard om in zijn graf. Na 11 meter is het een schip. Ja, precies. En ik zou bijna een keer naar Noorwegen... Dus ik heb heel veel meegemaakt. Niet per se de terminologie, maar wel zo het gevoel van de boot. Ja. Dus wat zou je vader dan bijvoorbeeld willen vragen? Of misschien als zijn rol als kapitein? Of misschien over wat hij heeft ervaren in die vaart van de diezelfde tocht als de WIC? Zijn er dingen die je zou willen vragen? Ja, hoe dat verschilde als kapitein op die verschillende plekken. Want hij heeft ook langs de kust van Afrika is hij ook gestationeerd geweest. In Suriname, in Nederland ook. Dus gewoon over alles. Dus ja, en hoe hij dan was als kapitein. Wat is jouw... Ja, hoe draag je jezelf als kapitein? Ja. Dus ja, dat. Dus dat en Bontekoe. Ja, Bontekoe is natuurlijk in het boek en in de film ook best wel lief. Maar ik probeer hem nu een beetje statig te spelen. En daar ben ik nog een beetje naar aan het zoeken van... hoe ben je iemand die heel lief is, maar ook heel statig? En moet je soms... En waar zit die lijn daartussen? Wanneer ga je meer naar het lief en wanneer ga je meer naar het statige? Ja. En ook... Ja, dus daar ben ik nog heel erg naar aan het zoeken. Ja, maar het is een leuke zoektocht. Ja. Ligt ook, soms merk ik dat het een beetje ver van me af ligt. Dus dat ik even er dieper in moet of zo. Maar ik vind het heel leuk om te onderzoeken. Dus ik heb er wel veel zin in. Ja. Er zijn nog heel veel dingen waar ik eigenlijk met jullie nog op in wil gaan. Maar ik zie ook de timer lopen. waarmee hoop je dat het publiek straks de zaal uitloopt? Met wat voor gevoel, wat voor ervaring? Ik zou het op zich sowieso wel tof vinden als ik kijk naar het jongere publiek. Dat als zij de zaal uitlopen, denken van... waarom zijn die dingen dan niet opgeschreven? Weet je, dus die basale vraag eigenlijk. Waarom is ervoor gekozen om dingen gewoon niet op te schrijven? Ja. Want ik denk dat dat een stukje informatie ook is... Wat best goed is om te realiseren, zeker voor het jongere publiek... dat je dingen gewoon niet weet, omdat dat bronnen natuurlijk op een bepaalde manier zijn vastgelegd. Vanuit een perspectief, vanuit je standplaats, of noem het maar. Dus ik vind die vind ik wel goed of zo. Ik was even aan het nadenken. Ik vind het altijd, wat ik bij mezelf heb, wel fijn dat ik in de eerste instantie zo nog heel erg moet verwerken wat ik heb gezien. Maar vooral wel het gevoel heb dat ik het heel nice vond, dat ik het heel vet vond en iets heel moois om naar te kijken. En dat ik dan later, als ik zo na 2 dagen op de bank zit... dat ik zo alles nog even ga doorspitten. En dat ik dan denk van, hoe zat dat eigenlijk? En hoe zat dat? Dus dat ze wel heel veel vragen hebben... maar dat ze eerst wel een beetje een soort van overrompeld zijn... van door hoe mooi en hoeveel en hoe gelaagd het ook wel was. Maar dat ze daar pas na 2 dagen iets meer ruimte voor hebben in hun hoofd. Ik denk,
Want ja, er sorry, komen ook fantastische dingen nog aan het bod. Ja, daarom, ik moet even corrigeren. Het is waar wat ik net zei. Ja. Maar ik vond het toch te politiek correct. Ja. Ik wil dat je de zaal toch verlaat. Nee, maar dit wat ik net zei, meen ik nog steeds. Ja, ja. Maar ik dacht gisteravond nog oprecht. Je moet gewoon die zaal uitkomen en denken, ik heb echt een ontiegelijk vet avontuur net doorgemaakt en meegemaakt. Want dat is het stuk nu echt aan het doen. Ja. Ik kom zelf elke keer thuis naar die petitie en denk, nou, ik heb gewoon een avontuur meegemaakt vandaag. Dus zo wil ik eigenlijk, dat zit, moet toch even gezegd hebben, want dat wordt het wel. Ja. Een heel vet avontuur gewoon. Ik ben even van bijkomen gewoon. Ja, oké, dat was hem. Ja. En jij, Wessel? Ja, ik wilde ook dat avontuur zeggen, ook weer als, maar jij hebt jezelf nu al een soort van weer gebruikt. Ik ben van balanceer ik het uit, want ik ben het helemaal eens wat jij zegt. Maar ik denk dat het dat allebei moet zijn. Dus dat je enerzijds de ervaring, toen ik vroeger dat boek las, ik dacht, wow, wat vet, dat. Ik hoop dus wel een paar dingen. Want ik vind het echt zo vet voor dat Annabel en Pleun, zo als scheepsjongens, zeg maar wat ik net zei over mijn nichtje. Dat ik hoop dat als mijn nichtje gaat kijken, dat zij ook echt denkt van wauw, dit is ook mijn avontuur. Dus dat zou ik gewoon heel cool vinden als het dat heeft. En ja, toch ook wel dat je er ook wel vragen bij kunt stellen. Dat je denkt van, goh, ik heb ook echt wel wat geleerd over de geschiedenis op een best genuanceerde manier, zeg maar. Dus dat iedereen die daarin geïnteresseerd is, dat je daar wel over na gaat denken. Maar ik geloof dat het wel heel goed hand in hand kan gaan. Ja. Ja, het is wat ik heel fijn vind. Ik vond het best wel spannend om hier aan mee te doen, ook weten dat het zo'n onderwerp was. En ik vind het echt heel fijn dat we volledig op het avontuur gaan. En wat ik hier fijn aan vind, is dat je hebt nu die onderwerpen van, ja, het straatnamen moeten veranderd worden. En ik vind dit een hele mooie ingang, dat we ons focussen op het avontuur, maar dat we wel refereren naar de keerzijde zonder het hele avontuur naar beneden te halen. Ja, dat zei je al, Ja, dat vind ik er heel fijn aan. Ja. Nou, over dat bevragen, daar gaan we in de volgende podcast op in met de andere makers. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie openheid, verhalen, deelname. De luisteraars en de kijkers, bedankt voor de interesse en het willen verdiepen in deze thema's rondom de voorstelling De Scheepsjongens van Bontekoe. En we hopen jullie te zien in de theaters. In de volgende aflevering gaan we verder in gesprek met 3 andere makers en acteurs. Dank jullie wel. Jij bedankt. Jij bedankt, ja. Wij gaan repeteren.